Ja, als ik zo terugkijk, is het best wel hard gegaan eigenlijk. 13 jaar klinkt heel lang, maar dat idee heb ik helemaal niet. Het komt omdat ik het ook gecombineerd heb natuurlijk met schaatsen. En ja, eigenlijk de laatste 5 jaar ben ik echt serieus met fietsen bezig geweest. Dus ja, voor mij is het niet echt het idee dat ik al 13 jaar aan het fietsen ben. Wat ik eigenlijk wel heel bijzonder vind, is dat ik zowel met schaatsen als met fietsen het EK en het WK heb gereden. En ik denk dat dat wel een hele mooie prestatie is, dat je op 2 sporten, Europese kampioenschap en het wereldkampioenschap, mee kan doen. Daar kijken we echt met trots op terug. De mooiste overwinningen die ik geboekt heb is Bulls Ladies Tour. Tijdens die etappekoers heb ik op de laatste dag een overwinning behaald en ja, die staat bij mij echt, echt hoog aangeschreven. Wat ik echt niet zou missen is de valpartijen. Ja, kort erbij zeggen ze, maar het liefst natuurlijk niet. En dat heb je soms ook natuurlijk niet in de hand. Vooral vorig jaar ben ik 2 keer heel hard gevallen en daar heb ik wel heel veel last van gehad. En daardoor heel veel weinig wedstrijden ook gereden. Dus ja, dat zal ik zeker niet missen. En het vele reizen. Het is natuurlijk hartstikke mooi. Heel veel mensen zeggen van, oh leuk, je bent zoveel op pad en je ziet van alles. En dat klopt ook zeker. Het is hartstikke mooi dat je heel veel dingen kunt zien, dat je heel veel bijzondere plekken komt. Alleen ja, helaas zie ik daar niet zoveel van. Omdat ik voornamelijk bezig ben met concentreren met de wedstrijd. En ja, ik zie eigenlijk maar het hotel en het parcours waar ik dan op fiets. En voor de rest krijg ik eigenlijk weinig mee. En we zijn veel onderweg. En ja, waardoor je heel weinig thuis bent. En ja, de thuissituatie mis ik gewoon steeds meer, merk ik. Stoppen is natuurlijk altijd lastig. Het is niet de keuze wat je de een of andere dag maakt. En dat is ook zeker wat bij mij heeft gespeeld. De afgelopen 2 jaartjes heb ik er heel vaak over nagedacht. Wanneer is het moment om te gaan stoppen? Ik heb het ook met psychologen over gehad. En die heeft ook gezegd, Janneke, denk er goed over na. Want als je stopt, dan stop je definitief. En ja, wanneer is dan de tijd? De afgelopen paar jaren heb ik heel veel pech gehad. Heel veel valpartijen. En corona natuurlijk vorig jaar, wat ook niet mee heeft gespeeld. Ik was net bij mijn nieuwe ploeg, Mitch de Scott. Ik had het onwijs naar mijn zin. Ik vond het heel moeilijk om toen ook de keuze te maken om te gaan stoppen. Omdat ja, het voelde zo als een familie. Die meiden, de begeleiding, zo gezellig. Als ik van huis was, was ik toch eigenlijk bij mijn familie. Zo'n fijn gevoel gaf dat. Ik kon daarom ook niet stoppen. Stoppen afgelopen jaren, dat voelde voor mij niet goed. Zoveel pech. Ik wou het gewoon een beetje, fijn gevoel afsluiten. En dat heb ik nu gedaan. Dit jaar ben ik weer teruggekomen op het niveau van 2 jaar geleden. En daar ben ik gewoon hartstikke trots op. Dat ik toch dat niveau heb weten te halen. Zoveel jaar pech. En dan toch weer terugkomen op het hoogste niveau, wat ik eerder heb laten zien. Daardoor is deze keuze voor mij iets makkelijker geworden om te zeggen ik ga stoppen. Het blijft steeds lastig. Helemaal stoppen doe ik nog niet. Ik ga nog een jaartje doorschaatsen. Ook om goed af te bouwen. Ik denk dat het wel heel verstandig is, omdat ik al bijna 20 jaar topsport doe. En dan op een of andere dag ermee gaan stoppen, dat is niet echt verstandig. En wat voor mij echt extra bijzonder maakt om dit jaar te gaan stoppen is dat mijn thuiswedstrijd, de Ronde van Drenthe, 23 oktober is. Ja, en hoe mooi is dat om daar mijn wedstrijd mee te eindigen. En begin van het seizoen is het normaal gesproken half maart. Alleen in verband met corona is deze wedstrijd al vrij snel uitgesteld. En ja, toen ik dat kreeg te horen, toen dacht ik gelijk van hoe mooi is dat om tijdens mijn thuiswedstrijd mijn carrière te eindigen. En dat is dus 23 oktober. Ik weet nog niet precies het parcours, maar het zou me zo eens kunnen dat het ook door Gieten heen komt. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat mee te maken bij mijn laatste wedstrijd. En ik hoop dat er ook heel veel familie en vrienden aanwezig kunnen zijn. Dat maakt het nog extra mooi. Tijdens een sportieve carrière maak je heel veel mooie dingen mee, maar helaas ook dieptepunten. En dan is het heel fijn als jij een omgeving naast je hebt die je daarbij steunt. En dat heb ik zeker gehad. Daarom wil ik heel graag mijn familie bedanken en Simon. Dus na dit seizoen ga ik stoppen als professioneel wielrenster. 23 oktober zal mijn laatste wedstrijd zijn tijdens de Ronde van Drenthe. En dan haal ik mijn fiets aan de wilgen.